sorry, live van Digital Marketing Live uit de beurs van Berlage. De gast is Dennis Stoffels van de persgroep. Dennis, wat doe je daar? Ik ben manager programmatic trading bij de persgroep. En ik hou me bezig met programmatic adverteren, om het zo te zeggen, het automatiseren. Ja, leg dat even uit voor wie daar hier niet helemaal, helemaal in zit. Wat betekent dat? Hoe gaat dat? Ja, programmatic trading is eigenlijk een manier van adverteren waarbij je geautomatiseerd displayruimte of video in ruimte kan inkopen. Dat wordt door software gedaan. Wij bieden het aan naar de software die kan inkopen. We veilen het ook. En real-time wordt het verkocht en kunnen partijen dus erop inkopen. En heel vaak doen ze dat aan de hand van niet alleen de prijs en het veilingsmechanisme, maar ook het toevoegen van data om goed te kunnen targeten of het gebruik maken van een algoritme om een campagne te optimaliseren. Dus er is een pagina en die is adverteerders vechten erom, want ze hebben allemaal die pagina nodig om de juiste mensen te bereiken. En dan kunnen ze tegen elkaar opbieden en dan hopen jullie de maximale prijs uit te halen. Zo zou je het heel plat kunnen zeggen. Het is natuurlijk iets verder dan dat. Maar inderdaad, zodra de pagina bezocht wordt door een bezoeker, dan pas begint het verkoopproces. Het gaat super snel wat dat betreft. In 200 milliseconden wordt er verkocht, informatie uitgewisseld en gekocht uiteindelijk. Maar belangrijk is dat er veel meer naar een doelgroep wordt gekeken in plaats van dat je per se op één specifieke site wil staan. En deze profielgegevens die vertellen heel veel over de waarde voor één specifieke adverteerder. En zo kan hij real-time besluiten of deze impressie goed is voor zijn campagne of niet. En zodoende daartoe optimaliseren. En dat kan per pagina, per advertentieplek, kan dat verschillen? Ja, absoluut. Voor je beeldvorming alleen al bij de persgroep veilen we per maand al meer dan 1,5 miljard keren. En het gaat allemaal real-time en dat is het mooie er ook van, want dat zouden we nooit handmatig kunnen verkopen. Maar echt op het moment dat je de pagina bezoekt, is je pagina heel eventjes sneller dan dat je met je ogen knippert wit. En dan gaan onze machines met de markt praten. En de markt is ontzettend groot, dus er is inderdaad concurrentie. Dus daar zit een opbiedmechanisme achter wat voor een publisher fijn is. Maar het is vooral zo fijn voor de adverteerder en het bureau om per impressie een afweging te maken of je wil hebben voor je campagne of niet. En zodoende kan je heel efficiënt, letterlijk per impressie afwegen of je die wilt hebben of niet. Ja, dat kan je efficiënt per impressie doen. Maar is die andere kant ook geautomatiseerd? Dus ik als adverteerder zeg, ik heb er dit voor over, ik wil deze groep bereiken, ga meebieden. Als ze het niet voor deze prijs krijgen, bij wijze van spreken, dan doe ik niet mee. Ja, er zijn heel veel adverteerders die dat laten faciliteren door deze bureaus, mediebureaus. Die noemen ook wel de trade desks. En die voeren een campagne in met hun randvoorwaarden. Hè. Die willen niet als het opgeboden wordt naar 10 euro, misschien willen ze dat helemaal niet. Of ze hebben een doelstelling dat iets maximaal mag kosten. Dus dat stellen ze allemaal in. Je kiest heel zorgvuldig je netwerk uit waar je wilt staan. Hè? Want anders kom je echt in de hele wereld terecht. Dat is ook niet de bedoeling. Maar je voelt je campagne-doelstelling in. De creatives, de banners die je wilt draaien. En het systeem gaat voor je daar op zoek. En die zoekt naar de beste locatie en ook naar prijs. Houdt heel rekening mee. En die probeert juist zo goedkoop mogelijk in te kopen. Gaat dit op jullie techniek voor elke advertentie die ik op de sites van bijvoorbeeld Volkskrant, et cetera, zie? Een heel groot deel wel, ja. Er wordt nog altijd heel vaak wat we rechtstreeks verkocht noemen. Dus soms wil je gewoon gegarandeerd uitgeleverd worden wat niet in een veiling kan vertrokken worden. Of je wil specifieke omveld targeten of iets verder gaan dan een bannertje, met branded content bijvoorbeeld. En dan wordt het gewoon ingekocht, dan heb je een gereserveerde buy, om het zo te zeggen. En dat gebeurt ook nog heel veel. Ja, dan komt de plek gewoon niet vrij voor de... Je reserveert de plek en als jij een doelstelling hebt om een x-aantal impressies uit te leveren binnen jouw doelgroep in een bepaalde week, dan wordt het gereserveerd en dan ben je er ook zeker van. En ook voor een vaste prijs, wat in sommige gevallen ook wel eens fijn kan zijn. Ja. En in dat geval, hebben jullie dan nog zeg maar ouderwetse soort van vertegenwoordigers langs de deur gaan voor die plekken? De koffiedrinkende kamermanagers, ja, die zijn zeker en die zijn hartstikke belangrijk. Want hoewel je heel veel kan automatiseren, zijn er nog steeds heel veel oplossingen vanuit de persgroep die niet te automatiseren vallen. En dan kijken we voornamelijk naar inderdaad branded content of complexe uitingen die meerdere adslots in één keer beslaan en dergelijke. En daar is nog steeds hartstikke veel vraag naar. Dat vergeten we niet, om het zo te zeggen. Wat dat betreft is automatisering niet een doel aan zich, maar wel een veelgevraagde middel naast ons bestaande portfolio. Kan je ook lokaliseren? Dus dat je zegt van ik ben de slager uit Tiel en ik wil ook via de Volkskrant site mensen uit Tiel bereiken? Ja, nou, in principe wel. Tijdens het veilingproces wordt heel veel informatie meegegeven naar iedereen die wil meebieden. En dat kan ook real-time geïnterpreteerd worden, dus kan je inderdaad de targeting toepassen.
Het is wel zo dat het op basis van zogeheten IP-targeting gaat. En dat is in Nederland niet altijd heel betrouwbaar. Soms wijkt dat 60 kilometer af. Nou, Tiel, dan, voor de slager is dat misschien wel een probleem. Ja, precies. Maar er worden ook steeds meer oplossingen voor bedacht. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone die is in staat om GPS-locatie bijvoorbeeld op te vragen. Dus veel betrouwbare informatie. Dat is steeds meer van dat soort data kan ook ontsloten worden en meegegeven worden in het veilingsproces, waardoor je wel goed op Tiel zou kunnen targeten. En het is nog niet optimaal. Hè? We hebben de techniek ervoor nodig en die moet zich daarin doorontwikkelen. En ook wij als publisher, maar zeker ook de buy-kant. Maar daar gaan we wel heen zeker. En dat gebeurt eigenlijk ook al op veel fronten. Wie zijn jullie grootste concurrenten, Google en Facebook? Ja, het is bijna cliché als je het zo zegt, maar daar komt het wel op neer. Zij zijn ijzersterk in dit soort wensen vanuit de markt. Kunnen dat ook heel simpel en heel goedkoop aanbieden. Maar doen het ook voornamelijk op netwerken waar wij niet toe behoren. En dat is een uitdaging. Maar gelukkig zie je wel steeds meer een wens van, joh, als ik ga adverteren en ik doe het geautomatiseerd. Ik wil wel staan in een kwalitatieve omgeving. Of de slager op de hoek vindt het veel leuker om op volkskrant.nl te staan dan bruinebeertje.nl, om het zo te zeggen. En de afgelopen jaren is het heel erg verschoven naar dat soort netwerken. En met de huidige vraag vanuit de markt zien we dat er toch steeds meer wordt geluisterd naar de vraag om op kwalitatieve content te staan. En daar zijn die middelen ook beschikbaar. En dat moet nu opkomend zijn. Ja, dus dat is de toegevoegde waarde die jullie kunnen bieden, de merken. De merken, de kwaliteit, misschien ook de transparantie. Hè? Want de Googles en de Facebooks kan je heel goed targeten. Maar in heel veel gevallen is het ook soms nog echt een fruitmachine. Soms kom ik op plekken op het internet waar je niet wil komen. En dan zie je toch een KPN draaien. Ja, dan heb je met zo'n adverteerder erover. En die wil daar helemaal niet staan. Maar het is zo'n geclosed omgeving. Als adverteerder, wat jij eigenlijk wilt, dat is niet altijd de hoogste prioriteit voor de Googles en de Facebooks. Nou, en daar kunnen wij heel goed van profiteren. Ja. Want even bellen met Google hierover is ook niet zo eenvoudig. Allemaal self-service, wat prachtig is. Ja. Dat zijn hele mooie middelen. Moeten wij ook doen. Ja. Maar schaalbaarheid, geweldig natuurlijk. Nee, maar gewoon specifieke wensen. Ik bedoel, specifieke content, maar misschien ook wat meer profielgegevens van de bezoekers die er zijn. Die wij als persgroep zijnde kunnen bieden. Wij weten heel veel over onze bezoekers. Dat willen we ook heel graag aanbieden. Op een anonieme manier wel te verstaan. En dat past veel beter bij wat zijn nou je campagne-doelstellingen, wat zijn je strategieën. En gaat dat verder dan alleen een display-advertentie of heb je inderdaad ook andere inzet nodig vanuit bijvoorbeeld een persgroep zijn. En dan ben je veel meer een consultant en dat zijn de Facebooks en de Googles wat dat betreft niet. Nee. Je gooit je geld erin, je geeft aan wat je wilt en daar moet je maar tevreden mee zijn. Dat is niet altijd hetgeen waar een adverteerder op zit te wachten wat dat betreft. Zetten jullie je techniek in ook voor de verkoop van papieren advertenties? Nee, nog niet. Real-time mechanisme gaat misschien wat lastig als je de pagina overslaat wat dat betreft. Maar het efficiënte werken, het automatiseringsproces, ouderwets gezien gaat er meestal, moet je minimaal 3 werkdagen van tevoren aangeven wat je wil, de order tekenen en je uitingen toesturen. Ja, dat zou je wel kunnen automatiseren. Dus dat een order gewoon, dat je die via een interface bijvoorbeeld kan voltrekken. Of juist het biddingsprincipe, zeg maar. Nu is het, neem ik aan, voornamelijk vaste tarieven. Wil ik een pagina in de Volkskrant, dan hebben jullie daar simpelweg. En misschien krijg ik korting als ik er 10, als ik er 10 neem. Bijvoorbeeld. Maar het idee van bidding, van bieden, dat zou wel toepasbaar zijn. Ja, ik zie best wel gebeuren inderdaad dat als er nog advertentieruimte over is in de krant, dat je in een platform inderdaad kan bieden zoals je bewijs van op marktplaats doet. En om 5 uur hoor je of je gewonnen hebt of niet. En dan kan dat door die automatisering ook nog mee naar de editie van morgen wat dat betreft. Ja. Het zou hartstikke mooi zijn. De technieken die worden daar nu op ontwikkeld wat dat betreft. En voor Publishing Nederland zou dat fantastisch zijn, maar ook voor de adverteerder absoluut. Wat zijn voor jou belangrijke ontwikkelingen op jouw vakgebied? Toch wel de schreeuw naar transparantie. Op dit moment om programmatic te adverteren gooien we heel veel technologie er tegenaan. Zowel de adverteerder heeft zijn eigen stack met technologie, de bureau die ertussen zit en wij als publisher. En je ziet ontzettend veel van de budgetten eigenlijk gaan naar technologie in plaats van waar het om gaat, de advertentie. En dat gaat echt soms tot 50%. En wat dat betreft slaan we misschien een beetje door om overal maar tech er tegenaan te gooien. En als we ergens niet blij mee zijn, dan gooien we er gewoon nog meer tech tegenaan. En misschien ook wel een beetje de belangen in de techwereld waar we nog niet zo heel veel van weten. Kijken we weer naar Google bijvoorbeeld, die de publisher kant heel goed kan bedienen met fantastische producten.
En ook de adverteerderkant kan bedienen met haar producten. Maar natuurlijk ook dubbel verdiend als een advertentie van de ene koekenproduct naar een ander wordt verkocht. Terwijl wij misschien met een adverteerder hebben afgesproken die een niet-koekenproduct heeft, dat we daar ook iets mee willen vertrekken. Ja, dat soort mechanismes, daar hoor je steeds vaker wel meer van. En ik denk dat dat de uitdaging is om dat nog transparanter te krijgen. Weten wat er gebeurt met je advertentie en de controle daarop terug te krijgen. Want uiteindelijk gaat het om de adverteerder en niet de technologie die dat faciliteert. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Als je nu nog live kijkt, dit is de laatste van een serie van 15 interviews of iets dergelijks die we vandaag hier hebben gehouden. Heb je er een paar gemist? Ik zou me dat zo kunnen voorstellen. Daar komen ze natuurlijk allemaal on demand. Zowel op het Fast Moving Targets account op YouTube als vermoedelijk op het Immerse account. En als je via Facebook kijkt, jawel, alle video is ook versnipperd tegenwoordig. Dan kun je de interviews ook allemaal terugkijken. Dankjewel, tot de volgende keer.